Welkom bij Pulse Model Trainstof. Vandaag heb ik een Deutsche Bahn 182-001-8. Het is een Pico locomotief. Komt uit een setje van 3. Zo. Het heeft één probleem. Dat de pantograaf aan deze kant, even kijken of ik omhoog wil, zo, mist aan deze kant de metalen pin om hem op zijn plek te houden, wat aan de andere kant dus wel goed gaat. De metalen pin die hoort hier achter de plastic te zitten. De plastic is ook doorgebroken. De plastic gerepareerd worden en dan moet er zo'n metalen pin tussen komen. Nou heb ik niet zo'n metalen pin en ik heb in het verleden wel geprobeerd die te maken, maar dat is me ook nog nooit gelukt. Maar ik heb inmiddels wel wat ideeën. Kijk, als je dus die heb hier een paar diodes, die hebben een flink dikke draad. Die is iets dikker dan wat ik nodig heb. LED's hebben dat ook, is ook iets dik, maar misschien dat ik hier dus nog wel draden heb van weerstanden die wel in de buurt komen qua lengte en dikte. Dat is een van de redenen dat ik dus mijn werkbank nooit opruim. Tot grote ergernis van sommigen. Dus wat ik ga proberen te doen is een goede lengte vinden in mijn eindeloze collectie van rommel hier aan de zijkant. Kijken of ik hem precies zo kan buigen dat hij tussen het plastic en de bovenkant past, zodat deze weer mooi goed blijft staan. En daarna ook hier aan de onderkant ervoor zorgen dat het plastic dicht is. Ik ga dat even off camera doen, want dit is een heel gepriegel en waarschijnlijk een heel gevloek. Goed, ik heb dus een metalen, even die metalen pinnen die ik hier had liggen gepakt. En ik heb mijn kleinste schroefdraaier gepakt. En daarmee in feite kan ik hier wel eentje pakken met de diode eraan. Je rolt op wat hards, leg je schroefdraaier of welke pin dan ook van de juiste grootte erop. En je rolt hem eromheen en je krijgt een keurig haakje. Nu is dit materiaal iets te zacht. Ik weet niet helemaal waar deze vandaan komt. Ik denk van een stevige led. Maar dit was moeilijk te buigen en buigt ook gewoon niet meer terug. En ik dacht te zien dat dit stuk waar je hem onder moest haken, dat kapot was. Het leek even niet totdat ik alles gemonteerd had en deze naar beneden deed. En toen schoot deze net gemaakte pin er meteen uit. Dus het zat, twee plastic dingen zaten nog zo tegen elkaar. En er zat een kleine ruimte tussen, dus met een beetje druk schokkelden ze open. Ik heb daar wat lijm op gedaan. Zodat, nou het is nog wat te vroeg, maar zodat dadelijk dus dit een stevige brug wordt. En ik heb deze pin achter kan hangen. En dan blijft de pantograaf keurig netjes omhoog staan. Totdat je hem zelf weer dicht doet. Het is dus even wachten totdat dit droog is. En dan kan ik dat onderdeel afronden. Tegelijkertijd, ik ben natuurlijk benieuwd wat erin zit. Ik weet niet of dit een volledig analoog is. Of dat deze digitaal voorbereid is. Vraag 1 is even. Krijg je deze eigenlijk open. Ik had verwacht dat hier een grote schroef zou zitten. Maar niets van dat alles. Ik vermoed dat dit er eentje is waarbij de kap erop geklikt zit. Omdat ik dus ook geen modelnummer heb, is het een beetje lastig zoeken dadelijk. Als ik dat zou willen opzoeken op de internet. Mijn tandenstokers zijn ook op.
Ik laat hem even drogen. Ik zoek even uit hoe je hem open kan maken. En ik denk dat ik even wat tandenstokers ga maken om hem rustig open te prielen. Goed, deze manier van openmaken kende ik nog niet. Ja, wel van heel oude Fleischmanns, maar je haalt de buffels eruit. En dan komt de kap eraf. Zo, wat hebben we hier? Digitaal voorbereid. En daar zit een analoge schakeling op. Er zit nog genoeg smeersel in. Eens even kijken, de motor zit hier. Die zal dan... Dit is de verlichting, rood en zwart zijn de... aansluitingen, of is de stroomvoorziening van het spoor. Ja, en hij rijdt, dat is één wat zeker is. Even goed te zoeken. Iets te veel vermogen op staan. Excuses, zo, hij rijdt. Ik zag hier ook wat verlichting. Als ik hem die kant op reed. Een lekkere stevige behuizing. Oh, hier zitten de contactpunten van de motor. En omdat ik hem nu dus analoog rijd, zie je dat de verlichting vrij slecht doet. Laat je deze digitaal rijden. Zal die verlichting een stuk beter doen. Hij staat op voorbereid. Ga ik dat doen? Ik doe het later. Het is toch alleen maar een kwestie van inprikken. Ik kijk even wat ik ermee ga doen. Misschien dat ik deze hou, misschien niet. Het is vrij makkelijk. Deze druk eruit. Decode erin prikken. Dichtmaken, klaar. Nou, het open en dichtmaken was dus ook niet heel moeilijk. Ik ben benieuwd hoe het hier zit met de lijm. Die al goed droog is. Dat ziet er goed uit. Dit wordt een video met veel pauzes. Ik hoop nu dat het plastic goed droog is. Net iets te kort met het dichtvouwen. Zo. Net een tikkeltje te kort. Nou. Dat ik er nog eentje maak die iets langer is. Dan komt het wel goed, denk ik. Kap erop. Kun je een rustige kap opzetten en bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.